Aanslag op het hart, zo heet het boek waarin de man hier naast me beschrijft wat het met een familie doet om een kind te verliezen aan de terreur van IS. Radicaliseren, naar Syrië trekken, lid worden van IS en daar ook iemand executeren. Hashim Shaib heeft het allemaal gedaan. En voor zijn kleine broer, enfin, intussen is het niet meer zo'n kleine broer, nee. Mohamed Amin. Maar het was tijd om een en ander van je af te schrijven, heb ik de indruk, als ik je boek lees. Ja, klopt. Ik zeg ook altijd, het boek is heel spontaan tot stand gekomen. Ik ben altijd iemand geweest die heel graag schrijft. En sinds zijn vertrek heb ik heel veel dingen neergeschreven. Hij is vertrokken in 2013. Ja, 2013. En sindsdien, ja, dat is al 9 jaar geleden, heb ik heel veel dingen neergeschreven. En op een gegeven moment dacht ik van ja, misschien kan het wel iets betekenen als boek. Mm-hmm. Maar zoals ik daarnet heb gezegd, er zijn momenten geweest van vertwijfeling. En het was heel moeilijk om dat boek te schrijven in de zin van dat je altijd mee in tweestrijd zit. In de eerste instantie, het is mijn broer en het blijft mijn broer. En niks gaat eraan veranderen. We zullen hem eens laten zien eerst. Hè. We hebben een foto van jullie beiden. Ja. Oud, jij bent ja, links, hè, want hij was je grote broer. Ja. Hoe oud was je toen? Ik kan dat niet exact zeggen. Maar, wat doet het om dat nu te zien, om die foto's terug te zien? Ja, het is ook hetgeen dat we nu met de familie vooral bespreken. Hè. Als we nu aan tafel spreken over Hisham, dan is het vooral over die momenten. Toen hij jong was, als jongeling, als tiener. Ik heb ook in het boek concrete voorbeelden aangekaart waarin hij met ons naar programma's keek, Vlaamse programma's. Chris & Co, Chris van den Durpel imiteerde. Hij had heel graag Stooflees, Vol au Vent. Hij keek mee naar Samson en Gert, Jeroen Meus. Dat zijn eigenlijk alledaagse dingen voor de modale Vlaming. En we denken vooral aan die Hisham. Dat was de Hisham van toen. En dat was ook mijn grote broer. Je ziet dat duidelijk op die foto. Omdat de rest van de geschiedenis ook te pijnlijk is? Ja, voilà. En, want hij is, was eind vorig jaar bij verstek veroordeeld. Ja. Voor een moord in Syrië. Dat gaat dan over die executie in een video. Ben jij eigenlijk zeker dat hij er niet meer is? Want er is nooit een lichaam gevonden, begrijp ik. Wel, in 2018 hebben we als familie besloten om emotioneel het hoofdstuk af te sluiten. Want ja, uiteraard, er blijft wel ergens een onzekerheid. Leeft hij nog, leeft hij niet? Maar we willen als familie niet meer in die zekerheid leven. We hebben besloten om dan emotioneel afscheid te nemen. We hebben gerouwd, we zijn gecondoleerd geweest. En we waren ook het assiseproces aan het afwachten om het ook juridisch af te sluiten. Mm-hmm. En met dit boek hoop ik het echt definitief af te sluiten. Ja. We gaan het verhaal eens bekijken. De meer pijnlijke kant toch, dat moet gezegd. Want sommige mensen zullen hem zich ook wel herinneren. We kunnen hem laten zien in een filmpje. Mm-hmm. Heeft hij opgenomen in Syrië. En online gegooid, denk ik, na de aanslagen hier in Zaventem, maart 2016. Ondanks jullie aanvallen komen de Mohajirin nog altijd in de islamitische staat binnen. Maar bij jullie, na 1 aanval op jullie, en jullie zijn geterroriseerd, en jullie leven bang, en al jullie grenzen zijn afgesloten, en jullie dreigingsniveau is gestegen naar 4, en dit is de maximum. Kijk hoe dat wij leven. En kijk hoe dat jullie leven. Wij leven, walillahi alhamd, met alle eer en trots. En jullie leven vernederd en bang. Dat was 2016. Kregen jullie dan... Want je hebt 10 broers en zussen. Ja. Je hebt je ouders uiteraard. Kregen jullie op een bepaald moment dat ook gewoon binnen online via sociale media? Ja, ik moest even terugkijken naar die video, want het blijft moeilijk om die video te bekijken. Ik weet nog, we waren toen uitgenodigd in Rotterdam, bij Kennissen. En ik weet nog, die dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Ik had heel veel hoofdpijn, ik voelde me wat bedrukt. Ik ging dan in mijn bed liggen en ik checkte dan Arabisch nieuws. Dat was eigenlijk iets dat ik heel vaak deed, omdat ze heel vaak sneller wisten wat er gebeurde daar. En op een gegeven moment zag ik deze video. En ja, ik kon eigenlijk niet geloven wat ik zag, ook de familie. Want ja, hij heeft verschillende klappen uitgedeeld. In de eerste instantie verheerlijkt hij een aanslag in zijn geboorteland. Waar jullie ook hadden kunnen zijn op de luchthaven, bijvoorbeeld. Voilà, dus dat was ook het moment dat we dan dachten van ja, interesseren wij hem niet meer? Want ja, mijn moeder zou eventueel daar geweest kunnen zijn. Mm-hmm. En ja, uiteraard, de ultieme klap was dan die executievideo. Dus het ging altijd van slecht naar erger. En op dat moment deel ik dat artikel en die video in onze WhatsApp-groep. We hebben een WhatsApp-groep met alle broers en zussen. En omdat ik het niet kon geloven. Dus op dat moment dacht ik van ja, is dat wel correct wat ik heb gezien? Maar dan zag ik, nadat ik het had gedeeld, dat er verschillende broers en zussen dan de WhatsApp-groep gingen verlaten.
Er waren ook een aantal reacties, zoals ja, hij is mijn broer niet meer of is mijn broer nu een moordenaar geworden? Want dat is een video, ja, zoals wij er wel enkele gezien hebben, van iemand in een oranje outfit en ja. Die hij dan executeert. Ja. Dus hij heeft dan een Koerdische gevangene geëxecuteerd. En dat was, zoals ik al meermaals zeg, zonder twijfel het moeilijkste moment van heel die periode. Vooral als je dat dan ook aan de ouders moet gaan vertellen. Want ja, op dat moment hebben we heel weinig tijd als familie om het te verwerken. Je denkt dan, ja, ik moet het gaan vertellen aan onze ouders, want ze gaan het sowieso via de Vlaamse media te weten komen. Liever dat ze het via ons te weten komen dan via iemand anders. Dus we vertellen het aan ons vader. Mijn beide ouders zijn toch wel oud, eerste generatie. Mijn vader is iemand die heel sterk is, maar toch wou per se de video ook zien. We wilden het hem besparen. Maar op dat moment moesten we dan samen het nieuws aan onze moeder vertellen. En dat was ongetwijfeld het moeilijkste moment. Ja. Nu, de vraag, Mohamed Amin, die zich stelt, als je dat leest... want jullie, wat ik zei, jullie waren met 11 kinderen. Wat maakt dat één iemand uit die familie, met, laten we zeggen, min of meer dezelfde achtergrond... Oké, iedereen heeft wel wat zijn weg, maar toch met min of meer dezelfde achtergrond, dat die zo ontspoort... Heb je antwoord eigenlijk gevonden op die vraag? Ja, we zijn met veel. Dus een onafscheidelijk elftal, zoals ik het in het boek beschrijf. Maar dat is inderdaad exact wat ik beschrijf in het boek. Dat is de fameuze waarom-vraag. Veel mensen, en ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben gedaan in de afgelopen jaren met het gehele radicaliseringsonderwerp, dat we één antwoord zijn proberen gaan zoeken. Maar de realiteit is veelzijdig. Het gaat om zoveel factoren. De afgelopen jaren zijn we ons gaan focussen op afzonderlijke factoren. Ene keer op Sharia voor Belgium, de andere keer op het Wahhabisme, de Koran, dat de islam. Dat is wat jullie als familie gedaan hebben, bedoel je? Of om, nee, gewoon, om gewoon als we keken naar de media en het beleid, okay. Men ging dan zich focussen op afzonderlijke elementen. Mm-hmm. Zoals ik zei, Sharia voor Belgium, het Wahhabisme, islam aan zich, de Koran aan zich, socio-emotionele factoren. En in het boek probeer ik die zaken toch wel samen te nemen. Het is aan de lezer eigenlijk om zelf die conclusie te maken. Ja, maar dat weet ik niet, ja. Moet ik eerlijk zeggen. En dus dat antwoord krijg ik niet. Ja. Dus ik vraag me af, wat zeg jij? Want je ziet dat naast als jouw broer. Je hebt dezelfde route, die foto, dat zegt alle. Jullie zijn close. En op een bepaald moment, want jij geeft intussen, je hebt hogere studies gedaan, je geeft les intussen aan de hogeschool in Antwerpen. Ja, KDG. En met hem gaat het helemaal verkeerd. Ja. Als je daar nu zelf de vinger moet op leggen, wat... Want het is ook leerrijke informatie, hoe pijnlijk ze ook is. Hè? Ja, inderdaad. Maar het zijn verschillende factoren. En in de eerste instantie, ik zeg het ook, het is een antipolitieke opvatting die hij ook had. Hij had heel weinig vertrouwen in de beleidsmakers. En sprak zich heel vaak uit over geopolitiek. En zoals ik al meermaals heb gezegd, dat is een frustratie die ik tot de dag van vandaag ook nog steeds herken bij jongeren. Waarin dat ze spreken over geopolitiek, waarin dat ze spreken over de islambeleving in België, in Vlaanderen, in Europa. Maar waarom had jij dat dan niet? Ja, en daar kom ik nog naartoe, waarin dat hij dan in contact kwam met een cut-and-paste-islam. En een cut-and-paste-islam, zoals ik het in het boek noem, is een islam waarin dat je zoekt naar bevestiging. En dat is een probleem dat toch wel... confirmation bias kennen we, waarin dat je bevestiging zoekt in de tekst. En dat was in dat geval... die samenraapsel van factoren, dus dat die antipolitieke opvatting... samen met de vervreemding van de maatschappij, waarin hij bijvoorbeeld met de lange baard ging solliciteren. Hij was gefrustreerd omwille van het feit dat hij raar werd aangekeken op straat met zijn lange gewaden, wanneer hij in shoppingcentra aan het wandelen was of op de mer. Die zaken, in combinatie met die cut-and-paste-islam... Ja. Maar jij bent ook strak religieus, hè? Ja. Jij was ook heel erg met de Koran bezig en veel van buiten gestudeerd. Nog altijd misschien, dat weet ik niet. Maar dus jij was ook intensief met je geloof bezig. Ja. Dus dan nogmaals, waar zit dat? Ja, het verschil ligt wel. Ik ben op een heel jonge leeftijd inderdaad begonnen. Met Koran en Arabisch, de Arabische taal. En de Arabische taal vind ik toch wel een heel belangrijk element in het begrijpen van de Koran. Vaak als je met die jongeren spreekt, en dan halen ze Koranversen aan. Bijvoorbeeld het Koranvers dat hij... niet zo lang erna ging aanhalen in die video. Dat zijn Koranversen die dan met strijden te maken hebben. Ze staan in de Koran. En de afgelopen jaren heeft men daar heel veel kritiek op gegeven. Ja, is de Koran dan niet het probleem? Maar de Arabische taal in combinatie met de Koran en de Koranwetenschappen, dat zorgt ervoor dat je tot een algemene conclusie kunt komen en dat je dan beseft dat er heel veel factoren zijn om dan tot een conclusie te komen. En dat is wat mensen die zich dan bijvoorbeeld aansluiten aan IS niet doen. Vind je dan dat het via de
moskees dan moet gaan. Want ik vind het wel belangrijk wat je zegt. Hè. Hoe moeten mensen de Koran lezen? Hoe moeten ze dat begrijpen? Ik vermoed, ik weet het niet, dat waarschijnlijk uw broer dat dan via internet is gaan opzoeken en via die kanalen dan terecht is gekomen bij degenen die dat verkeerd hebben geïnterpreteerd. Vaak wordt er dan gezegd, we moeten imams inschakelen en zij zijn degenen die dan aan de jongeren de Koran beter moeten leren interpreteren. Vanuit uw ervaring, als je nu terugkijkt, wat had er anders moeten gebeuren? Als ik even mag aanvullen, want daarover schrijft u, want het is een hele interessante vraag, want u schrijft, je schrijft in je boek, de moskeeën schieten op dat vlak schromelijk tekort. Schrijf je zelf? Ja. Niet enkel de moskeeën. Ik geef in het laatste hoofdstuk geef ik de vangnetten, waarin we dat preventief en proactief kunnen aanpakken. De moskee is daar zeker één van. Want ja, als we terugkeren naar de problemen of de factoren, vervreemding van de maatschappij, antipolitieke opvatting, cut-and-paste-islam, dan heeft het nog niet zozeer een ideologisch karakter. Mm. En daar moeten we eigenlijk al gaan optreden. Het probleem is vaak dat we achter de feiten moeten gaan aanlopen van zodra dat het een ideologisch karakter heeft en dat we dan pas in actie schieten en dan vaak heel repressief. Maar die drie zaken die ik net heb opgesomd, men moet dan een gelegenheid creëren om met die zaken te kunnen omgaan. En ik vind dat de moskee daar een heel belangrijke rol in kan spelen. In de eerste instantie door het kinderonderwijs in de moskeeën. Dat is toch wel iets dat toch wel de laatste jaren soms negatief in het nieuws kwam. Maar ik vind dat daar juist de sterkte ligt. Dat je dan in het weekendonderwijs, dat je daar die kindjes kunt versterken, preventief, door hen de tools aan te reiken. Arabisch, Koran, Koranwetenschappen en alle tools. Maar dat gebeurt nog te weinig nu. Het gebeurt nog veel te weinig. En in het boek, de bedoeling van het boek is ook niet om aan de moslims te laten zien hoe dat ze hun religie moeten gaan beleiden. Wel om hoe dat we tools kunnen aanreiken aan jongeren om die religie te kunnen begrijpen, te praktiseren en te analyseren. En dat is toch wel een van de doelstellingen van het boek, omdat ik ook heb gemerkt, dat schrijf ik ook heel letterlijk, dat we de afgelopen jaren toch wel een prototype islam hebben gekend. Een prototype islam, dat is dan het wahhabisme of het salafisme, wat men dan zegt. Een zwart-wit denkende stroming, zoals men heel vaak beschrijft. Maar men heeft eigenlijk die prototype islam proberen weg te halen of te bestrijden met een andere prototype islam. Want je hoort tegenwoordig heel vaak een Vlaamse islam. En wie is men? Ja, je ziet de beleidsmakers en politici vaak komen met termen zoals een Vlaamse islam, een Europese islam, een verlichte islam, een gematigde islam, rationele islam, slecht een vrouwvriendelijke islam. Ja, dan ga je eigenlijk die diversiteit, interne diversiteit binnen de islamitische godsdienst vereenzelligen tot één, wat eigenlijk onmogelijk is. En wat het probleem is daar ook, is dat je dan mensen die dan niet voldoen aan die checklist voor die bepaalde islam met adjectieven, zoals genoemd. Je hebt dan bijvoorbeeld vrouwvriendelijke islam of een gematigde islam. De islam die ik heb bestudeerd, heeft die adjectieven niet nodig. Want als je die adjectieven gebruikt, ben je eigenlijk aan het verklaren dat de islam aan zich niet gematigd is. Dat de islam aan zich niet rationeel is. Dat de islam aan zich niet vrouwvriendelijk is. En daar schrijf ik juist... Nu, je bent er ook erg mee bezig met radicalisering. Hè? Als we dan vorige week horen dat er in Antwerpen een groep is opgepakt, toch nog ook, die ook met salafisme te maken hebben, 13 mensen, zitten we vandaag nog altijd met een serieus probleem. Heb jij daar zicht op eigenlijk? Toen ik het las, had ik een soort déjà vu. En buiten die jongeren die werden opgepakt, want ik ken daar het fijne ook niet van. Ik denk dat onderzoek dat verder moet gaan uitwijzen. Maar ik merk wel een dynamiek bij jongeren. Ik kom in contact met jongeren in het onderwijs, in de jongerenwerking, in de moskeeën. Ik merk wel een dynamiek waarin dat ze met frustraties komen die ik dan herken. En het punt is, we moeten iets met die frustraties gaan doen. Als we daar niks mee gaan doen en als we die niet opvangen, dan gaat er dan in de toekomst, want men spreekt over een potentieel nieuwe sharia voor België, dan gaat die leegte opgevuld worden door een bepaalde organisatie of bepaalde personen. En dan zitten we weer in de begin. Dan zitten we weer bij het begin. Ja. En daarom zeg ik altijd, we moeten preventief en proactief die zaken gaan aanpakken. Het is prachtig neergeschreven. Het is een zeer pijnlijke familiegeschiedenis, maar het is moedig dat je dat gedaan hebt, Mohamed Amin. Hoe gaat het met je ouders intussen? Het gaat beter. Dus het is nu, er is nu stabiliteit en rust binnen de familie. Zoals ik heb gezegd, als we praten over Hisham, is dat vooral, zijn dat vooral de goede herinneringen en de Hisham voor de hij vertrok. Goed. Dank je wel om langs te komen en het verhaal met ons te delen.